Richard. Richard, jij gaat straks ten overstaan voor mij en al aanwezigen hier de afzet uitspreken. En daarmee wordt de start van jouw burgemeesterschap gemarkeerd. Ik wil even wat elementen uit die rol van de burgemeester naar voren halen. En niet alleen voor jou, maar voor alle aanwezigen. Want de burgemeester wordt geacht tussen de mensen, maar boven de partij te staan. Niets meer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen. Dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Richard Kortlap, dat is jouw antwoord. Vermaardig helpen mij, kom dan maar. En daarmee bent u officieel nu ook beëdigd als burgemeester. Dames en heren, hier staat hij, uw nieuwe burgemeester. Nou, kijk, we staan hier met Richard Kortlap, nieuwe burgemeester van Almelo. Heeft u er allereerst zin aan? Ja, ontzettend. Al was het maar, ja, net was de zaal nog helemaal vol met mensen die al aan het feliciteren waren. Maar het is een warm bad om op deze manier geïnstalleerd te mogen worden. Kijk, en hoe denkt u de verbinding te kunnen maken met de inwoners van Almelo, maar ook de gemeenteraad? Oh, nou dat kan op heel veel manieren. Maar ik denk de allerbeste manier is dat toch van persoon tot persoon te doen. En daar heb ik in de speech bij de installatie ook iets over gezegd. Omdat ik vooral kennismakingen zoek, één op één. En met de raadsleden vooral, waar ben je nou trots op? Wat vind je mooi? Wat heeft jou nou gemotiveerd om volksvertegenwoordiger te willen worden voor ons allemaal? En vertel me dat eens. Nou, er komen nog ongetwijfeld mooie verhalen bij los. Nou, daar heeft u vast heel veel zin aan. Wat voor burgemeester wilt u dan zijn? Nou, ik wil een burgemeester zijn voor iedereen en ik heb er ook maar bij gezegd dat zo'n hoge ambitie, en dat zal ook niet altijd even gemakkelijk zijn, of je kunt het niet altijd voor iedereen goed doen, en toch is dat wel waar ik aan streef. En nu komt u van Meppel weg, daar was u eerst burgemeester. Neemt u daar lessen mee, raad mee? Nou, vele, want ik ben bijna 8 jaar in Meppel ben ik actief geweest. Dus ik denk dat ik het ambt ook een beetje onder de knie heb kunnen krijgen. En al haar facetten en al haar dynamiek die erbij hoort. Dus daar heb ik denk ik veel van geleerd. Wat ik hier graag op los kan laten. Onder andere ook voor actief zijn voor de regio, voor Brussel, voor Den Haag. En dat is misschien wat minder zichtbaar voor de Almeloers. Maar uiteindelijk is het wel van belang dat anderen ook meedoen en mee investeren in deze stad. Dank u wel en we wensen u veel succes. Graag gedaan, tot ziens.